Hoi, hoi, ik wacht even tot er volgers zijn. Als er volgers zijn, dan ga ik verder. Ah, daar zijn de eerste. Hoi, hoi. Ik ga vandaag live met het pakketje van november. In dat pakketje zitten deze afbeeldingen van de krans. Er zit groen stippenpapier in en bruin en steenrood stippenpapier. En ik ga met deze stans aan de slag. Dat is een lock-cabin stans. En die is zo genoemd naar een patchwork patroon. Die heb ik al uitgestanst uit Anje Wit karton. En dan ga ik achter die vakjes ga ik deze strookjes doen. Die strookjes die zijn ietsjes ruimer dan 2 centimeter. Als je zo'n blokjes lineaal hebt, zo'n lineaal, dan heb je 4 blokjes en nog een half blokje nodig. Dus 4,5 blokje, dan is die breed genoeg. En even kijken, wat is mijn tape? Ik had een beetje tape. Oh, dat ligt hier onder de stans. Dan ga ik hier rondom dubbelzijdig tape doen. Ik heb die hele smalle van 3 mm. Zo, even het beginnetje eraf. Ik moet het maar even zo omdoen. Dan plak ik deze er zo achter. Dit knip ik er verder vanaf. Dan ga ik achter dit vlak ook nog zo'n zelfde bruin stukje doen. Op de kaart heb ik al een stukje groen stippenpapier gedaan. De kaart is 13,2 bij 13,2. Dat is de standaardmaat van papierrollen. En ik heb het op een Anje Wit kaart gedaan. Maar het maakt in principe natuurlijk niet zoveel uit op wat voor kleurkaart je doet. Want ik heb de hele voorkant groen gedaan. Zo, deze plak ik er ook op. Hier ga ik ook dubbelzijdig plakband langs doen. En daar kies ik dan de rode kleur voor. Even een beginnetje maken. Volgens mij heb ik daar aan de andere kant het beginnetje overheen geplakt. Zo. En dan plak ik die erop. Ook daar knip ik het te veel ervan af. Nou, nog één vlakje. Ja, en dan de binnenkant natuurlijk nog. Ik ga vandaag maar heel kort live. Jullie horen misschien aan mijn stem. Ik ben nog steeds verkouden. Zo.
Nou, dan heb ik dus overal een kleurtje achter gedaan. Dan gaat deze straks hierop. En dan doe ik dit plaatje in het midden. En dan ga ik hem daarna nog 3D maken en nog iets versieren. En dat zie je dan weer op mijn blog. Ik wil even dit van de stand eventjes laten zien. En op mijn blog zul je de kaart weer zien. Ik zal hem morgen even op de foto zetten. Dan kun je hem daar weer zien. Nou, dit was hem voor nu. Volgende week dan op donderdag, dat valt op, even kijken, 7 december volgens mij. Dan hoop ik weer live te zijn. Dan hoop ik dat het weer beter gaat met mijn stem. Nou, dit was hem voor nu. Doeg!